Dit stuk kozijn is verrot en ik ga je laten zien hoe ik deze houtrotschade heb hersteld. Als eerste heb ik de hele boel natuurlijk goed afgedekt. Daarna kan je beginnen met het frezen van de schade. Ik haal zoveel mogelijk weg wat niet goed is. Ik breng wat hulplatten aan en kan daarna het geheel voorstrijken. De pasta kan aangemaakt worden en daarna kan je deze aanbrengen op je kozijn met dit als einddoel. Wil je deze fijne kneepjes leren hoe je een houtrotschade kunt herstellen? Blijf dan zeker kijken. Schildersbedrijf Wedens, de vakman voor uw woning. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Renovate. Ook te vinden via social media. Renovate, hecht waarde aan hout. Dit was een aardige schade die erin zat. En ik denk dat veel klussers zo'n schade wel zullen herkennen. Echter moet ik je wel zeggen dat deze opnames al in augustus 2020 zijn gemaakt. Bij het overzetten van het beeldmateriaal naar mijn pc zijn de opnames voor een groot deel in een verkeerde map terechtgekomen. Ik was in de veronderstelling dat ik bijna al het beeldmateriaal gewist had. En een paar andere opnames kon ik dus niet meer gebruiken en heb die daarom gewist. Nu ik na 3 jaar bij toeval de opnames alsnog heb gevonden, wil ik datgene nog met jullie delen wat ik tot nu toe nog heb, omdat jullie aangaven deze te willen zien. Er missen helaas enkele belangrijke beelden die gewist zijn, maar wellicht kun je er toch nog je voordeel uithalen. Je kan dit gedeelte ga ik eraf halen, tot daar. En hierachter is het nog goed, maar dit is nog kapot. Dus ga hier een stuk afhalen, zo. En ook van dit gedeelte, maar de rest is ook nog goed en stevig. En hier ook. En als we aan deze kant gaan kijken, dan zie je ook gewoon dat dit nog hartstikke goed is. Dus dat laten we zitten. En dan ga ik alleen dit als rug houden. Dus dit blijft gewoon goed. Dit gedeelte blijft staan. En dan gaan we vanaf hier gaan we dit gedeelte eraf halen. Zo. En dat stuk eruit frezen. En dat gaan we doen met een freesmachine. Dit is een freesmachine. Die is een professionele freesmachine. Met 9 mm bolkop erop. Maar misschien kan jij dit niet aanschaffen, maar heb je wel houtrot te repareren? Nou, ik heb voor jou even hier in de beschrijving heb ik even een linkje naar een goedkopere machine die je veel beter kunt toepassen als je af en toe eens een keer wat moet repareren. Maar voor nu gaan we dit uitfrezen tot op het gezonde hout. Nou, ik heb even een stuk plastic aangemaakt zodat je niet alle troep naar binnen krijgt als je aan het frezen bent. Nou, ga je vandaag laten zien hoe je stap voor stap zo'n houtrotreparatie kunt herstellen. En als jij goed oplet, dan weet ik zeker dat jij dit zelf ook kunt doen. Ik ben eerst begonnen met het uitfrezen van alle houtrot. Het is niet altijd van tevoren in te schatten hoeveel je eraf gaat frezen. Zoals ik al zei, zijn deze opnames al wat ouder. En vandaag de dag zou ik wellicht een stuk eruit zagen en een stuk hout erin doen. Je hebt dan een tussenstel B-profiel nodig. Die kun je op maat maken en dan 1 cm ruimte overhouden op de punten waar je de aansluiting wilt hebben met de andere delen. Die centimeter vul je op met de epoxypasta. Je zou hier dus een B-profiel in kunnen doen. Ga je aan de zijkanten stukken kozijn erin maken, dan heb je een ander profiel nodig. Hier een hele kleine uitleg welke profiel je ongeveer nodig hebt. Voor de zijkanten en de bovenkant kun je kozijnhout A-profiel gebruiken. Je kunt de volgende ezelsbrug gebruiken. Aan de buitenkant heb je een A-profiel nodig. Voor de binnenkant heb je een B-profiel nodig. Op de cementvloer krijg je een kozijnhout C-profiel voor de onderdorpels. En voor de horizontale dwarsliggers een kalf D-profiel. Er zijn natuurlijk nog andere soorten types, voor bijvoorbeeld ramen, maar dat kunnen we een andere keer bespreken. Als je goed kijkt zie je dat de schade toch wel meer was dan dat ik in eerste instantie dacht. De achterkant was kennelijk al eerder gerepareerd met polyester plamuur, waardoor deze er nog steeds stevig uitzag vanaf de achterkant. Echter, een eigenschap van polyester is dat het hygroscopisch is, wat betekent dat de polyester plamuur vocht aantrekt, vergelijkbaar met suiker die vocht uit de lucht trekt na verloop van tijd. Dit kan natuurlijk schade veroorzaken aan het hout. Daarom besloot ik toch verder te frezen om zoveel mogelijk polyester te verwijderen. Als je buiten aan de slag gaat met het repareren van houtrot, zorg er dan altijd voor dat je epoxy gebruikt en niet polyester. Natuurlijk was er in het verleden nog niet zoveel
kennis beschikbaar als nu, dus er zijn waarschijnlijk veel woningen gerepareerd met polyester vanwege de kostenbesparing. Maar met de huidige kennis in de schilderswereld is het duidelijk dat polyester geen geschikt materiaal is voor het repareren van kozijnen. Zodra je alle delen hebt verwijderd die je wilt verwijderen, verwijder je ook wat verf, zodat mogelijke epoxy niet op de verf komt, maar op het kale hout terechtkomt. Alle gevreesde delen kun je met schuurpapier P150 lichtjes schuren om alle ruwe randen en vezels weg te werken. Daarna kun je de werkplek grondig schoonmaken. Je hoeft het kale hout niet met water schoon te maken. Als je deze opnames tot nu toe waardeert, geef me dan zoveel mogelijk duimpjes om me te helpen de video verder te verspreiden in het algoritme. Als je zover bent met je klus, kun je de hulp laten aanbrengen om de epoxy beter aan te kunnen brengen. Je kunt stukken plexiglas gebruiken of zeer gladde afplaktape op een houten lat plakken. Nu kun je de voorstrijk aanmaken. Dit is de oranje Renofix voorstrijk van Renovate die je 1-op-1 mengt. Daarna kun je alle stukken voorstrijken waar je later hechting wilt hebben. Vaak wordt gevraagd of je eerst een houtrotstopper moet aanbrengen. Om die vraag te beantwoorden moet je weten dat houtrotstopper een term is die wordt gebruikt op de do-it-zelf afdeling. Dit is geen afzonderlijk product, maar opnieuw een voorstrijk die hoort bij een bepaalde merk pasta. Het is vergelijkbaar met verf, waarbij de ene fabrikant het een vochtdoorlatende verf noemt, de andere hetzelfde product een EPS noemt, wat staat voor een één-pot-systeem, en weer een ander fabrikant het een schakelverf noemt. Het komt erop neer dat het een bepaalde type verf is dat wordt gebruikt als de ondergrond vochtig is. De Renofix voorstrijk is dus een houtrotstopper en je brengt deze alleen aan als de pasta daarom vraagt. Sommige reparatiemiddelen hebben namelijk geen voorstrijk nodig. Je moet dus eerst weten welke reparatiemiddel ga je gebruiken om de juiste voorstrijk te kiezen, of wellicht heb je helemaal geen voorstrijk nodig. De oranje Renoflex pasta heeft dus een oranje Renofix voorstrijk nodig. Laat de voorstrijk 20 minuten intrekken en breng dan de pasta aan. Ik meng ook de oranje Renoflex pasta van een Renovate. Als je het goed hebt gemengd, kun je de eerste dunne laag aanbrengen. Dit wordt aanbranden genoemd en doe je om een goede hechting met de ondergrond te krijgen. Druk de pasta goed aan tegen de hulplatten en vul het geheel op. De beelden voor het volledig opvullen zijn helaas verloren gegaan, zoals ik je al eerder aangaf, maar we concentreren ons nu op het volledig gladmaken van de reparatie. Als de reparatie droog is, kun je de hulplatten verwijderen en verder gaan met schuren. Als de reparatie droog is, dan kun je hem gaan schuren en in model krabben van wat je nog moet doen. Omdat ik zelf heel veel rond de camera heen moet werken, is het voor mij even wat lastig om die werkzaamheden tegelijk te gaan doen. Dus ik moet hem ook nog iets bijwerken. Ik ga hem even schuren met zo'n klosje en deze. En je kunt eventueel wat schuurpapier om jouw plamuurmes heen doen. Maar maak hem even zoveel mogelijk in model zoals je hem wil hebben. En dan kun je hem daarna nog wat bijwerken. En dat ga ik doen met de Renofil. Dit is eigenlijk een plamuur op basis van een epoxy. Dus je moet hem ook weer mengen, een twee componenten plamuur. Even hier een tussenstop. Omdat de opnames dus al wat ouder waren, zie je hier nog een rode koker. Alleen deze lijkt erg veel op de Renoflex rood. Daarom hebben ze de etikettenkleur aangepast voor de Renofil om deze twee producten van elkaar te onderscheiden. En hij is eigenlijk in een tube, dus je kunt hem ook gewoon gebruiken met je kitspuit. Je hebt daar geen speciale spuit voor nodig, gewoon een kitspuit is voldoende. Deze gebruik ik eigenlijk daarna, dus nadat deze reparatie is gedaan, kun je hiermee de laatste dingen eruit halen als deukjes, krasjes, en je kunt tot 6 mm aanvullen. Dus in principe kun je daar een mooie laagje op aanbrengen, mooi uitschuren en dan heb je hem ook gewoon mooi glad. Je kunt hem bij mij kopen of kijk even in de beschrijving als daar de linkjes bij staan van de producten. Vind je ze niet daaronder, dan kun je hem gewoon bij mij rechtstreeks bestellen. Stuur me dan gewoon een mail en door jouw bestelling kan ik weer nieuwe filmpjes maken. Dus mocht je mij willen sponsoren daarmee, zorg dan even dat je de spullen via mij koopt. Ik ga nu even de reparatie klaarmaken. Je kunt met een krabber de ruwe randjes en overtollige delen verwijderen. Nadat je dat hebt gedaan, kun je beginnen met het schuren om het grove deel in vorm te schuren. Het is handig om een klosje te gebruiken, zodat je het zo gelijkmatig mogelijk kunt schuren. Je kunt hiervoor schuurpapier P120 of mogelijk P150 gebruiken. Wat opvalt is dat ik nu geen handschoenen draag tijdens het schuren. Normaal gesproken zou ik dat wel aanraden.
Soms werkt het echter fijner zonder handschoenen en kun je de ondergrond beter voelen. Bovendien moet ik de camera steeds meebewegen en op het scherm kunnen klikken en dat is lastig met handschoenen aan. Zoals ik altijd zeg, jij moet doen wat jij veilig vindt. Ik ben daar niet verantwoordelijk voor. Mijn rol is om je de stappen van deze werkzaamheden te leren. Straks zal ik je nog een belangrijk advies geven voordat je de eerste grondverflaag aanbrengt. Dus blijf zeker kijken. Nou, hier wil ik even al die krasjes en pukkeltjes en gaatjes die er nog in zitten, wil ik er even uithalen. En hier wil ik hem eigenlijk nog net even iets opvullen. Klein beetje nog aanvullen. En dan is de reparatie klaar. Dit stukje wat hier kaal is, wil ik ook nog even vullen. En dat geldt hiervoor ook aan deze kant. Wil ik hem even opvullen dat hij mooi rechtdoor loopt. Deze dingetjes hier uithalen. En dan krijg je hem wel gewoon mooi. Als je de koker erin doet, zorg er ook voor dat je beide delen erin doet, want alleen die zwarte koker drukt de epoxy eruit. Je kunt de epoxyplamuur mengen tot één gelijke kleur en dan kun je daarmee alles naar eigen wens plamuren. De Renovil kun je op kaal hout aanbrengen en op de delen waar al verf zit. Dat is handig als je in het laatste stadium van je werk ontdekt dat je nog een paar kleine oneffenheden wilt wegwerken. Maak niet te veel in één keer aan, want je hebt ook te maken met een potlijf. Dat is eigenlijk de tijd die je hebt om het materiaal te gebruiken voordat het begint uit te harden. En dit is natuurlijk ook afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Plamuur is wat plakkeriger en daardoor kun je dit niet zo strak modelleren als een epoxypasta. Met de Kip Tape 339 bescherm ik de rubbers nog even. Je kunt dit natuurlijk ook doen met de Kip 3308, want de Kip 3308 laat namelijk geen lijmresten achter. Ik verwijder de tape hier vrij snel, dus ik zal daar geen last van hebben. Ik had enkel deze soort tape bij mij, omdat ik daarmee bepaalde latten afplak waar de epoxy niet om mag blijven plakken. Maar met de Kip Tape 3308 kun je hele mooie strakke lijnen schilderen langs het glas zonder bang te hoeven te zijn voor lijmresten. Zorg ervoor dat je voldoende epoxy aanbrengt, zodat je het overtollige kunt wegschuren en het heel mooi glad kunt krijgen. De Renovil kun je namelijk vrij glad schuren en dan zul je dus ook zien dat je resultaat nog wat mooier kan worden. In mijn PDF e-book leg ik uitgebreid uit hoe je de verflagen op een professionele manier kunt opbouwen en hoe je specifieke uitdagingen kunt aanpakken die zich kunnen voordoen tijdens het schilderen. Ik wijs je daarin op veel voorkomende problemen die je kunt tegenkomen en voorzie je van praktische tips om deze problemen effectief te verhelpen. Dit is bijzonder waardevol wanneer je zelf aan het schilderen gaat. Talloze mensen hebben dit e-book al aangeschaft en maken er enthousiast gebruik van. In de eerste reactie vind je de link naar mijn website waar je het e-book kunt kopen. Maak gebruik van kleine latten en plamuurmessen om overal goed bij te kunnen komen. En met een krabber kun je bepaalde delen nog in model krabben. Dat zal soms sneller gaan dan schuren. Hey, maar als we elkaar nog niet kennen, mijn naam is John Edens en via mijn kanaal krijg je hele leuke schildertips om al het schilderwerk zelf te kunnen doen. De meeste kijkers zijn nog niet geabonneerd, dus als je geen fouten wil maken in jouw schilderwerk en tegelijk geld wil besparen aan een goede vakman, abonneer dan zo snel mogelijk op mijn kanaal en druk op dat belletje zodat je niks hoeft te missen. Als je gaat schuren, probeer dan steeds fijner te schuren, zodat je ondergrond steeds gladder zal worden. Ik gebruik nu bijvoorbeeld P150. Uiteindelijk is het de bedoeling dat je zo min mogelijk krassen maakt in je ondergrond. Dus bijvoorbeeld naschuren met P220 of met P320 zal het werk alleen maar mooier maken. Tijdens het werk heb ik een stuk plastic eronder gelegd om het vuil snel op te kunnen vangen en weg te kunnen gooien. Zo hou je de vloer mooi schoon. Als je een compressor hebt, dan kun je de laatste stofdeeltjes goed wegblazen. De werkzaamheden die ik nu uitvoer worden per uur gedaan. Ik pak dus nu alleen aan wat het meest slecht is aan de woning. De blauwe plaat is nog redelijk goed, dus die zal niet geschilderd worden. Er waren nog meer kozijnen aan deze woning die wat aandacht nodig hadden en die krijgen de prioriteit. Nu alles glad gescheurd is, kun je beginnen met het gronden. Voordat je gaat gronden kun je ervoor kiezen om de epoxyreparatie schoon te maken met terpentine, om de laatste amines die aan het oppervlakte zitten weg te wassen en dan zal de eerste verflaag die erop komt goed kunnen drogen. Daarna maak je het nog schoon met water. Dit zou ik alleen doen op koudere dagen als het droogproces wat langzamer gaat.
In mijn PDF e-book krijg je nog veel meer tips over hoe je de verflagen kunt opbouwen. Dus zorg ervoor dat je die in huis haalt met de link in de eerste reactie. Ik heb nu alleen het kozijn afgelakt en kijk hoe scherp de randen zijn langs het glas die zijn gedaan met de kiptape 3308. Mijn klant stuurde vorige week op mijn verzoek nog een foto van de reparatie en nu, na 3 jaar, is de reparatie nog steeds goed. Ik kan me goed voorstellen dat je niet altijd weet welke pasta of plamuur je nodig hebt voor een reparatie. In het midden van het scherm zie je een video waarin ik dat helemaal uitleg, zodat je altijd weet of je een pasta nodig hebt of een plamuur en wanneer je wel moet voorstrijken of niet. Abonneer je snel op mijn kanaal zodat je niets meer hoeft te missen en geld kunt besparen. Ik zie je in een video hiernaast waarin ik je meer uitleg geef over de plamuur. Adios!